Welkom bij deze online ondersteuning. In deze ondersteuning ga ik u uitleggen hoe u het beste een visie en een werkplan kan maken in het kader van duurzaamheid. Visie en werkplannen zijn een belangrijk onderdeel van OnCourse. Er is binnen OnCourse zelfs een speciale module ontwikkeld waar u instructie krijgt over hoe u het beste een visie en een werkplan kan maken. En er is ook een werkplan schabloon dat u kunt gebruiken om in te vullen. Tegelijkertijd zijn deze hulpmiddelen zo ontwikkeld dat u ook de jaarlijkse voortgang, lukt het me om de doelen die ik heb geformuleerd ook daadwerkelijk te organiseren, om de jaarlijkse voortgang, om die te evalueren. Dat is ook een van de verplichte onderdelen overigens binnen OnCourse. Dat u jaarlijks kijkt, lig ik op koers met betrekking tot het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Ik ga u even laten zien waar dat staat. Als u naar werkwijze gaat, dus het openingsscherm van OnCourse, en dan naar werkwijze, u ziet de groene pijl. En u gaat vervolgens naar onder jaarlijkse acties naar jaarlijks controleren visie en werkplan. En u klikt daarop. U ziet dat hier uitvergroot. Dan komt u bij de module waar staat beschreven hoe dat werkplan eruit moet zien. En ook hoe u dat werkplan moet maken. Klikt u dan vervolgens op de hulpmiddelen die u daar staat. Dan ziet u één hulpmiddel. Handleiding, visie en werkplan. En in die handleiding staat dus beschreven hoe u het beste een visie en een werkplan kan maken. Ik laat u dat even kort zien. Die handleiding ziet er zo uit. Duurzaamheidsvisie en werkplan instructies. En daar staat beschreven wat is het doel van de instructie, wat is een visie enzovoort. Ik laat u daarvan niet alles zien. U kunt hem zelf openen door naar OnCourse te gaan. En u ziet ook dat er een visie en werkplan schabloon is toegevoegd. Ik zei dat net al. Als u daarop klikt, krijgt u dit te zien. Dat is een upload van een pdf. Dus die kunt u vervolgens zelf invullen. U ziet hier ook de vijfjaarlijkse termijn, 1 tot en met 5 jaar. En vervolgens is er voor elk onderdeel van OnCourse, dus zowel voor natuur als voor milieu, maar ook voor samenleving, een schabloon ontwikkeld dat u gewoon kunt invullen. U ziet hier degene die is ontwikkeld met betrekking tot natuur. Deze gaat over milieu en deze gaat over samenleving. Wat belangrijk is, zijn deze thema's. U moet elk jaar kijken of de genomen acties leiden tot het realiseren van het doel. U moet elk jaar het werkplan uploaden als u aanpassingen heeft gedaan. En u moet zorgen dat de continue verbeterpunten, dat zijn punten die door de auditor kunnen worden opgelegd op het moment dat u geaudit wordt, dat u daar ook aan heeft gewerkt. Dit is het einde van deze voorlichting. Er zijn nog 5 andere voorlichtingen. 1 is het certificeringsproces in 3 fasen. Hoe werken die fasen? Hoe doe je dat? De tweede gaat over het starten met OnCourse. De derde geeft inzicht hoe je moet werken met de Goldman Data Viewer. Er is nog een online ondersteuning hoe je bij de nulmeting kan worden geholpen. En er zijn tips en tricks.